Gaat vanavond over zondag 48, over de tweede bede, wat de Heer Jezus ons geleerd heeft, uw koninkrijk komen. Daarom wil ik met u lezen uit Jesaja 11, de eerste 10 versen. De tweede schriftlezing vindt u in Filippenzen 3, de versen 17 tot 21. Maar eerst uit het Oude Testament, een profetie van Jesaja, het 11e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 10. Daarna uit Filippenzen 3, de versen 17 tot 21. Waar het woord van de Heere tot ons komt. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en de geest van het verstand, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis van de vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, en hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want de gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf, die zal met het lam verkeren en de luipaard met de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen ze te samen nederliggen en de leeuw die zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind, een baby, zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal haar hand uitstrekken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Tweede schriftlezing, Filippenzen 3, vanaf vers 17 tot en met 21. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van de welke ik al dikmaals gezegd heb en nu ook huilende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf en welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel die is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Ik lees met u ook zondag 48. Zondag 48. Vraag en antwoord 123. Welke is de tweede gebede, het tweede gebed? Het antwoord is uw koninkrijk komen. Dat is regeer ons alzo door uw woord en uw geest en dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Misgaat het alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uws rijks komen,
waarin gij alles zult zijn in allen. U weet het nog, hè, gemeente, waarom? Dat de discipelen aan Jezus vroegen van leer ons bidden. Ze hadden hem namelijk horen bidden. En ze hadden ook gehoord dat de discipelen, de volgelingen van Johannes de Doper, ook van Johannes geleerd hadden om te bidden. De Heer Jezus wordt natuurlijk niet voor niets in de Bijbel een rabbi genoemd. Een leermeester. En discipelen is een ander woord voor leerlingen. Als het goed is, zijn wij leerlingen van Rabbi Jezus. En verlangen wij uit zijn mond te horen hoe wij ons hebben te gedragen zoals het behoort. Ik heb u vorige week geprobeerd uit te leggen, uw naam worden geheiligd. Dezelfde vorm in het Grieks komt in deze tweede bede naar voren. Uw koninkrijk komen. U weet het nog van vorige week, dat is een wensende vorm, een wens. Maar in de grondtekst, in het Grieks, is het niet mogelijk om een wens tot uiting te brengen. Daar staat een bevel. Of je zou ook kunnen zeggen een belofte. Met andere woorden, uw naam zal en uw naam moet verheerlijkt worden. En zo is het ook met deze tweede bede. Uw koninkrijk komt en uw koninkrijk zal komen. We hebben het wel eens over het bidden in het geloof, gemeente, maar als u twijfelachtig dit gebed uitspreekt en u denkt bij uzelf, zou het wel, kan het wel, dan is dat geen belijdenis in het geloof. Maar wanneer u uitspreekt uw koninkrijk komen, dat het geloof in uw hart is, dat dat koninkrijk er zal komen. Geen twijfel mogelijk, zo werd er gebeden in de consistorie. Dat is het ware bidden, dat steunt op de belofte van het woord. En dat koninkrijk waar Jezus van ons heeft leren bidden, dat zal komen. Al komt de hel en heel de wereld daartegen op, maar het koninkrijk komt. Dat is bidden in het geloof. Ik zei u vorige week dat Jacob, weet u het nog, toen hij bij Laban wegging, toen ging hij weg omdat God gezegd heeft, Jacob, pak je koffers. Ik zal met jou zijn en ik zal jou thuis brengen. En u weet wat er halverwege onderweg gebeurde. Esau komt eraan met 430 soldaten en Jacob vreest. En wat doet Jacob daar in het bos? Daar buigt hij zijn knieën en bidt hij. Maar als je goed luistert, zijn dat geen woorden van Jacob zelf. Hij doet eigenlijk niets anders dan de belofte die God hem beloofd heeft aan God voorhouden. Hij zegt daar in zijn gebed, Heere, u hebt beloofd en u hebt gezegd, pak je koffers en ga na zoveel jaren naar huis. En Jacob bidt, Heere, nou ben ik, heb gehoorzaamd en ik heb geluisterd naar wat u beloofd hebt. En nu komt Esau eraan. Dat is bidden. Bidden is God zijn belofte voorhouden. In het vertrouwen en in de zekerheid dat hij het doen zal. Zijn naam zal geheiligd worden. Zijn naam zal verheerlijkt worden. Zijn naam zal aanbeden worden. En zijn koninkrijk zal komen. Alleen het vergaat u natuurlijk net als mij. Dat woordje koninkrijk komt 280 keer in de Bijbel voor.
130 keer in het Oude Testament en 150 keer in het Nieuwe Testament. En je vraagt je natuurlijk af, wat is dat koninkrijk dan precies? Nou, in de eerste plaats is het een koninkrijk wat reeds gekomen is. Het is een koninkrijk wat ook komen zal. Dat moeten we in ieder geval vasthouden. Dat het woord koninkrijk op verschillende manieren in de Bijbel uitgesproken wordt. En jullie snappen wel, hè, jongens en meiden, dat bij een koninkrijk hoort natuurlijk een koning. En daar hoort natuurlijk ook onderdanen bij. Een koninkrijk zonder onderdanen, dat kan niet. En een koninkrijk zonder koning kan ook niet. Alleen nu komt het, is dat koninkrijk nou geestelijk? Of is dat koninkrijk nou letterlijk? Komt er een letterlijk koninkrijk? Is er al een letterlijk koninkrijk? Waar de koning regeert? Of moet dat koninkrijk nog komen? Of moeten we dat meer vergeestelijke en in geestelijke zin zien? Nou, de Bijbel die zegt daar volgens mij heel veel over. Veel meer dan dat ik vanavond aan u kan uitleggen. Daar zou ik wel 10 preken over kunnen houden. Over dat koninkrijk van God. Maar één ding wil ik wel doen vanavond. In de dagen van de apostel Paulus waren er heel veel gemeenten die dachten dat dat koninkrijk van God een geestelijk koninkrijk was. En dat ze zeiden, nou ja, dat letterlijke, dat is niet belangrijk. Dat vonden ze ook als het over hun lichaam ging. Want in Korinthe, dat weet u ook, hè, daar gingen de gelovigen naar de prostituees. Waarom deden ze dat? Nou, in die dagen was er een bepaalde stroming, de gnostiek. En die zei dat lichaam, dat is een matenzak. En dat lichaam, dat gaat straks in het graf. Dat lichaam is een bunker, is een gevangenis waar we in gevangen zitten. En als je sterft, word je daarvan bevrijd. Dus het uiterlijke, het lichamelijke, het letterlijke was niet belangrijk. Als het geestelijk van binnen maar goed zat, dat leerde de gnostiek. Het was een soort vergeestelijke van het leven. Je lichaam en je daden en hoe je eruit ziet en zo is niet belangrijk. En Paulus heeft daartegen geageerd, natuurlijk. Ik denk soms ook wel eens dat ze in de kerk lijden aan gnostiek. Dat heel veel mensen misschien ook wel vanavond in de kerk onbewust denken, ziel behouden is alles behouden. En denken eigenlijk, je ziel is belangrijk en je lichaam, ach, dat gaat straks in het graf. Nou, onze Heidelberger heeft daar al heel veel moeite mee. Want die zegt, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven, dat ik met lichaam, oh, dat lichaam is dan toch belangrijk. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom mag zijn van Jezus Christus. Dus dat aardse, dat letterlijke, dat lichamelijke, dat is geen madenzak. Dat wordt straks niet in de grond gestopt. En je ziel gaat naar de Here toe. Nee, want er komt een ander koninkrijk. Niet alleen een geestelijk koninkrijk, maar er komt ook een letterlijk en aards koninkrijk. Daar zullen de kinderen van God zijn als koningen en koninginnen.
In Genesis 1 zegt God tegen Adam en Eva: Ik heb jullie de heerschappij gegeven om voor de vogels in de lucht en de dieren op de aarde zijn jullie als koningen. Jullie zullen heersen letterlijk over deze aarde. U weet dat de kroon van hun hoofd is gevallen. Ze zijn koning af en koningin af, want ze zijn ongehoorzaam geweest. Maar straks komt er een nieuw koninkrijk en zullen de kinderen van de Heere zijn als koningen en koninginnen. En ze zullen op deze aarde wonen. Straks daar wat meer over. Heel de Bijbel ademt over een letterlijk koninkrijk en over een geestelijk koninkrijk. Dat letterlijke koninkrijk wat je in de Oude Testament leest, hè, van de koningen van Israël. Dat waren allemaal types die heen wezen naar een ander koninkrijk. Bijvoorbeeld David en Salomo waren daar afschaduwingen van dat koninkrijk wat straks komen zal, niet in de hemel. Zo denken wij vaak. Tenminste, ik ben ook zo opgevoed met alle goede bedoelingen. Dat ik dacht, als een kind van God sterft, dan is die eeuwig in de hemel. Nou, de Bijbel die leert dit absoluut niet. De Bijbel die leert dat wij tijdelijk als wij sterven, naar de hemel gaan. Maar de Bijbel leert ons overduidelijk dat er straks na de wederkomst een ander koninkrijk komt. Waar gerechtigheid en rechtvaardigheid zal heersen. Een koninkrijk wat totaal anders is dan dat koninkrijk wat nu voor ogen is. Salomo, de vredevorst, was een afschaduwing van dat koninkrijk. Maar Salomo heeft gefaald. En David, de man naar Gods hart, heeft ook gefaald. Dat koninkrijk is niet gekomen. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Ze zijn gevallen. Ze hebben gefaald. Toen heeft God door de mond van de profeten beloofd dat er iemand anders komen zal. Iemand anders die zal dat koninkrijk oprichten en die zal koning zijn over dat koninkrijk. Zijn naam is Jezus. En zal uit die afgehouden tronk van Isaïe zal er een scheut voortkomen. En hij zal als koning heersen over het koninkrijk. Ik zou tientallen teksten kunnen opnoemen. Uit Micha, uit Jesaja, uit Ezechiël. De Bijbel staat er boordevol van dat er straks iemand komen zal. Gij Bethlehem Ephrata, gij zijt klein om te wezen onder al de volken, maar uit u zal voortkomen een heerser. En die zal zijn volk regeren tot in eeuwigheid. Al die teksten in het Oude Testament die u vroeger leerde rond Advent, weet u wel. Dan zat u toch soms wel eens met een groot probleem. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij, het koningschap was op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Waar is die vredevorst? Waar is die koning met die heerschappij? Nou ja, boven het kruis is gehangen toch, gij zijt de koning der Joden. Wanneer is hij dat geweest? Wij geloven wel nieuwtestamentisch dat Jezus naar de hemel is gevaren. Jazeker. Om daar te zijn als een koning die regeert. Jazeker.
Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wij geloven dat Jezus in de hemel deze wereld regeert. En zijn gemeente regeert. Maar al die profetieën van het Oude Testament gaan allemaal bijna over het koningschap van Jezus. Nou snap ik het, denk. U ook? Waarom dat de discipelen het er altijd over hadden? Waar hadden ze het altijd over? Over dat koninkrijk? De moeder van Zebedee is een godvrezende vrouw. Ze was vol van de Heilige Geest, staat er. En die gaat naar Jezus. Ze gaat naar Jezus en ze zegt tegen Jezus, als het straks zover is dat dat koninkrijk gekomen zal zijn, mag dan Johannes aan uw rechterhand zitten en Jacobus aan uw linkerhand? Mogen ze dan een ereplaats krijgen in de regering van dat koninkrijk? En als Jezus naar de hemel gaat, dan hebben ze 40 dagen, moet u horen, onderwijs gekregen over het koninkrijk. En vlak voordat hij naar de hemel vaart, dan zeggen ze tegen Jezus, wanneer komt nou dat koninkrijk? Dat kwam niet zomaar uit de lucht. Ze kenden natuurlijk de profeten. En ze wisten de profetie van Zacharias en ze wisten de profetie van Jesaja. En daarom hebben de discipelen heel lang gedacht, weet u hoe lang, tot zelfs na zijn dood, dat hij de troon van David zal gaan beklimmen. Tot na zijn dood hebben ze dat gedacht. Want ze zeggen tegen die vreemdeling, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Het koninkrijk. Langzamerhand is het licht opgegaan in hun hart. Misschien is dat voor ons nodig vandaag. Want ik hoor heel weinig de mensen over het koninkrijk praten. Laat staan verlangen naar het koninkrijk wat nog komen gaat. Misschien is het bij ons wel omgekeerd. U zou zeggen, nou ja, dat is beter dan andersom. Wij zijn misschien bezig met zijn lijden, met zijn sterven. Jazeker. Maar Jezus is niet alleen een zaligmaker van zonde, maar hij wil ook koning zijn. Ja, maar dominee, dat is hij toch ook. Als je tot het geloof komt, dan wordt Jezus koning in uw leven. Echt waar? Dan gaat hij toch door zijn geest in je regeren. Want dan gelden de woorden van Nicodemus, dat Jezus zegt, gelieden moet wederom geboren worden, want anders kunt gij het koninkrijk van God niet binnengaan. Zie je wel, zeggen heel veel mensen, dat het een geestelijk koninkrijk is. Jezus zegt dat toch ook? Ja, maar het is niet alleen een geestelijk koninkrijk. Het is ook een letterlijk koninkrijk. Maar hoe zal dat dan gestalte krijgen? Nou, moet u luisteren. Jesaja die zei, weet je waaraan je weten kan dat die koning komen zal? Dat blinden zullen gaan zien en dat doven zullen gaan horen, Jesaja 35. En dat kreupelen zullen springen als een hert. En dat doden opgewekt worden. Daaraan zult u weten dat hij het is die koning zal zijn. En wanneer je deze tekenen zult zien, moet u horen hoor, dan zal hij komen om Israël te verlossen van al zijn benauwdheden.
Het staat er letterlijk, u kunt het gewoon nalezen, in Jesaja 35. En als u meer teksten wil weten, laat u het maar weten. Een schrift vol, dat er een koning zal komen. Daar heeft de vader van Johannes de Doper, Zacharias, van geprofeteerd. Die man die was ook al vol van de Heilige Geest. Nou, dan zeg je geen rare dingen hoor. Maar dan zeg je dingen die God door de Geest op je lippen legt. En hij heeft tegen Johannes, toen die ouder werd, gezegd: Johannes, er zal er straks eentje komen. En die zal ons verlossen van de Romeinen. En die zal het koninkrijk oprichten in Israël. Zo is Johannes de Doper opgevoed. U ook? En Johannes de Doper kwam in de gevangenis terecht. In plaats van dat hij bevrijd werd van de Romeinen, kwam hij in de gevangenis. En wat doet hij? Hij stuurt twee van zijn discipelen, van zijn volgelingen naar Jezus met de vraag: verwachten wij u of verwachten wij een ander? Johannes de Doper snapte het niet meer. Er werden tekenen en wonderen gedaan, maar waar blijft die verlosser? En Jezus zegt: zeg maar tegen Johannes dat zalig zijn degenen die aan mij niet geërgerd worden. Johannes raakte geïrriteerd. Johannes? Hij snapte het niet meer. Waarom verlost u ons niet? Waarom doet u wel tekenen en maakt u dode levend de jongeling van Nain? En dan zegt Jezus niet alleen: zalig zijn zij die niet geërgerd worden aan mij. Dus een kind van God kan zich ergeren. Waaraan? Aan Gods weg. En Johannes, zalig zijt gij als je niet geërgerd wordt welke weg ik ga. En zeg tegen Johannes dat inderdaad blinden gaan zien en doden worden opgewekt. En dan komt het. Dan zegt Jezus: maar nu moet eerst de armen het evangelie worden verkondigd. Jezus zegt niet: domme Johannes, je hebt de schrift verkeerd geïnterpreteerd. Nee, Jezus zegt: Johannes, die dag die gaat komen. Maar eerst moet het evangelie aan armen worden verkondigd. Waarom is dat koninkrijk dan nog niet gekomen? Nou, dat leert de Bijbel ons. De Bijbel leert ons waarom dat koninkrijk in de eerste plaats met Israël niet is gekomen. Nog niet. Ja, want ze hebben de Christus der schriften verworpen. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En toen heeft God de kandelaar voor een tijd weggenomen bij Israël. Ik mag dit niet zeggen en ik zeg dit dan ook eigenlijk niet alleen maar om u duidelijk te maken. Maar had Israël in de Christus geloofd? Dat is niet waar, want God heeft dat gebruikt om het evangelie bij ons te brengen. Dat was Gods plan, dat was Gods voorzienigheid. Maar had Israël in de Christus geloofd, dan had het koninkrijk gekomen. Maar het koninkrijk moest nog niet komen. Eerst moesten heidenen het evangelie verkondigd worden. Ik zou bijna zeggen: het koninkrijk is uitgesteld. Dat leert mijn Bijbel ook in Romeinen 11. En tot hoe lang dan? Dat weet ik niet precies. Maar de Bijbel zegt wel: totdat de volheid van de heidenen gekomen is. Dat daarna het koninkrijk komen zal. Welk koninkrijk? Ja, wat beloofd is. Dat die koning zal wederkomen om zijn Israël te verlossen.
Hoe ziet die koning eruit dan? Nou, in Jesaja 11 wordt er een tipje opgelicht van de sluier. Dat wordt bevestigd in Jesaja 63. Dat er straks iemand komen zal en zijn klederen zijn bevlekt van het bloed. Het bloed van zijn vijanden. Want hij zal straks komen om zijn Israël te verlossen. Dan zal er iemand uit Sion komen, letterlijk uit Sion. En die zal zijn volk verlossen van hun ongerechtigheid. En hij zal heersen als een koning over zijn onderdanen. Dat koninkrijk dat gaat komen. En de kerk leert bidden, uw koninkrijk komen. Waarom? Omdat hij verheerlijkt zal worden. Omdat hij de vijanden van zijn volk zal vernietigen. En dat hij de antichrist zal doden. En de hoer die rijdt op de draak, die zal hij vernietigen. En er zal in de hemel een dankstond worden gehouden. Halleluja, loof den Heere. En hier op aarde dan? Daar zullen ze roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekken ons voor het aangezicht van hem die eraan komt. Want hij zal de goddeloze, zal die verdoen. En hij zal zijn Israël verlossen van al hun ongerechtigheid. Dan zal er nog een tijd komen op aarde, hou u vast, dat God zijn koninkrijk in de eerste plaats met Israël zal oprichten. Nee, niet het geestelijke Israël. Dat noemen we vervangingstheologie. Daarom kunnen we bijna niet meer bidden, uw koninkrijk komen. Want we denken dan in de eerste plaats natuurlijk aan onszelf. Maar weet u aan wie Jezus dit gebed leerde? Aan Joden. Hij had zelfs zelden omgang met een heiden. De Syro-Fenitische vrouw. Hij had zich verstopt voor deze vrouw. Want hij zegt, ik ben niet gekomen voor jou. Ik ben gekomen voor mijn volk Israël. Om die te verlossen, om een koninkrijk op te richten en koning te zijn over mijn Israël. Maar die vrouw die vond hem. En ze zei, ik ben een hondje, weet u het nog? Maar hondjes mogen toch ook eten van de kruimeltjes die bedoeld zijn voor de kinderen, voor Israël. Moet dat nog gaan gebeuren dan? Zal er nog een andere tijd op aarde komen? Of moeten we dat toch meer geestelijk zien, dat de wereld morgen vergaat? En dat er een geestelijk koninkrijk is? Dat God de ziel gered heeft? En dat het lichaam in het graf blijft? Oh nee. Paulus verkondigde het evangelie en de opstanding der doden. Oh, het is toch een aards koninkrijk. Het is toch straks een lichaam. Toch straks hetzelfde gezicht en dezelfde handen als die we hadden in deze bedeling. Ja, maar dan volmaakt. En dan zonder zonde. En dan eeuwig lijfelijk, hier op aarde. Dat er een koninkrijk komt, niet alleen met Israël, maar met Israël en al de gelovigen. Oh, nou snap ik het. Uw koninkrijk komen. Dat je verlangt door het geloof, jongens en meiden, naar die koning. Om hem straks te mogen zien van aangezicht, zo zegt de Bijbel het, hè. Van aangezicht tot aangezicht.
Ja, ik wil niet te hard zijn, dat bedoel ik ook niet. Maar als je daar nooit naar verlangd hebt. Als je nooit Psalm 42 uit het diepst van je ziel hebt uitgesproken. Hijgend het der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Want mijn ziel verlangt naar God. Ja, niet alleen naar de hemel. Natuurlijk, pas zei iemand, dominee, het gaat alleen om Jezus. Amen. Amen. Het gaat niet om gouden straten. Nee, daar gaat het niet om. Toch gaat het ook om een letterlijk koninkrijk. Een koninkrijk waar we straks met lichaam en ziel God gaan grootmaken. Dan zijn we terug bij het begin. Toen Adam en Eva door God werden gemaakt. Dat God kon pronken met zijn Adam en Eva. Zij waren koningen over zijn schepping. En God verlustigde zich in Adam en in Eva. In het koninkrijk waarin zij heersten als koningen. Heel veel malen, ik geloof van 12 maal in de Bijbel, heb Jezus gezegd tegen de scharen, en ge zult als koningen heersen in mijn koninkrijk. En wij zullen dan uit de drinkbeker drinken. Vlak voor mijn sterven heb ik het jullie gezegd. Dat ik niet zal drinken uit deze drinkbeker totdat het koninkrijk gekomen zal zijn. Dan zal ik samen met jullie uit die beker drinken. Dan zullen we hem kennen zoals dat hij ons gekend heeft. Dan zullen we storeloos zonder zonde, waar rechtvaardigheid en gerechtigheid heersen zal, zullen we in dat koninkrijk eeuwig leven. Dus u moet Israël in de gaten houden, maar dat doet u natuurlijk al lang. Niet omdat het zulke leuke mensen zijn. Het werd me pas hoogst kwalijk genomen, maar ik blijf het toch zeggen, want wij zijn ook niet van die leuke mensen. Hè? Toch? Maar God heeft ze uitverkoren, kan het ook niet helpen. En God heeft niet gekeken of dat ze beter waren dan andere mensen. En God heeft ook niet gekeken of dat ze verstandiger waren dan andere mensen. En God heeft ook niet gekeken of dat ze wel wilden. Of dat ze de loopbaan wel zouden lopen, maar God zegt, ik heb na mijn ontferming, heb ik omgezien naar Israël. En ik heb ze uitverkoren. Uit al de naties en al de volkeren van deze aarde. Israël. En in Deuteronomium, ik heb het vanmiddag nog gelezen in Leviticus, zegt de Heer, en ik zal pronken. Wanneer hebt hij dat gedaan? Wanneer hebt hij gepronkt met zijn volk? Ze hebben hem naar het kruis gebracht. En ik vrees dat ze straks als de antichrist komt, nog een grote rol gaan spelen. Israël, Gods verbondsvolk. Maar de dag die zal komen, dat God gaat pronken met Israël. Lijfelijk, letterlijk. En we zullen het met onze ogen zien gebeuren. En de heidenen die God niet kende, die de aartsvijanden waren van Israël, zullen de slip van een Joodse man vastgrijpen. En ze zullen zeggen, wij gaan met jullie mee, want de Heere is met u. Verlangt u ook naar dat koninkrijk? Om te horen dat geheel Israël zich onderworpen heeft aan de koning der koningen. Opdat ze hem zullen aanbidden en dat er vrede zal wonen in hun huizen. Israël weet niet wat vrede is, alle eeuwen door. Maar dan zal er een tijd zijn dat Israël in vrede zal leven. Dan zullen ze erkennen dat Jezus Christus is de Kyrios en de zaligmaker die zondaren zaligt. En wij dan? En wij dan? Nou, toen Israël Christus verwierp, is dat verzoening geworden voor ons.
Ook voor jou? Wat zal het dan straks wezen als Israël tot de aanneming komt dat Jezus Christus is de Kyrios en de zaligmaker? Dat zal zijn als een opstanding uit de doden. Voor wie? Voor de omliggende volkeren. Dominee, gelooft u hier nou echt in? Ja, spijt me. Ik ben ervan overtuigd, tot in het diepst van mijn hart, omdat de Bijbel er vol van staat. Daarom zie ik er naar uit. Waarom? God wordt nu gevloekt. Zijn naam wordt onteerd. Maar dan zal zijn naam worden verheerlijkt. Dan zal Israël God gaan grootmaken. Zoals een heiden het nooit zou kunnen, omdat hij geen Jood is. Paulus, door God gebruikt om het Nieuwe Testament aan ons toe te vertrouwen. Maar straks zullen alle Joden zijn als Paulus. Nou heb u nog niks verteld over de Heidelberger. Nou, dat doen we de volgende keer dan. Dit ging een beetje over de toekomst wat ons te wachten staat. En de Heidelberger richt zich meer op vandaag op de gelovigen. Dat ze een koning hebben in de hemel. En dat is zo. Daar doen we niks van af. Gelukkig niet. Stel je voor dat we geen koning hadden. Kind van de Heere. Hoe zou je kunnen wandelen zoals God het wil van je, als hij geen koning in je hart was? En gelukkig dat hij zijn kerk vermeerdert tot op de dag van vandaag. Maar dit nemen we vanavond mee. Goed. Uw koninkrijk komen. En dan denken we in de eerste plaats aan Israël. Daar zal God iets laten zien van dat volmaakte koninkrijk wat komen zal. Voor Jood en Heiden zal Israël een voorsmaak zijn van dat nieuwe koninkrijk wat straks komen zal. Waar Christus koning zal zijn tot in eeuwigheid. Ik was vanmorgen in mijn oude gemeente. En ik zag al die jongens die groot geworden waren, mannen. En de meisjes die op catechisatie waren, waren vrouwen geworden. En het kerkje puilde uit van jonge mensen. En toen vroeg ik aan de gemeente, ben je er klaar voor? Ik vraag u, geliefde gemeente, bent u er klaar voor om straks Jezus in de ogen te kijken en om samen met hem eeuwig hier op aarde met hem tot in eeuwigheid te mogen wandelen? Wat zou dat wezen? Nou, ik zal het u vertellen, een blij vooruitzicht dat mij streelt en ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En ik zal u straks in gerechtigheid aanschouwen. Wie verlangt er? Om Jezus te zien. Omdat hij rechtvaardig is. Dat hij rein is. Dat hij volmaakt is. Dat hij zonder zonde is. Verlustig u dan in uw Heere. In uw Koning. En verblijd u dan dat hij straks de vijanden zal teniet doen. En dat u eeuwig bij hem mag zijn. Amen.